Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer je snel. En word onderdeel van de oplossing. Hartelijk welkom bij TV Weltschmerz. Ik ben Ab Gieterlink en ik ben vandaag in gesprek met professor C.S. Hamelink. Hij is emeritus hoogleraar internationale communicatie. Was hij aan de UvA, maar ook mediastudies, religie en cultuur. Doseert hij aan de VU. En hij was ook nog regelmatig Weltschmerz commentator. Hartelijk welkom, C.S. Dankjewel. We gaan het hebben vandaag over media, over machtsstructuren en over tunnelvisies in coronatijd. En we beginnen met de andere kant. Daar heb jij, de andere kant gaat over media. En wat leest meneer de NL? Die leest het NRC. En je hebt daar ook een stevig artikel in geschreven. En dat is gekopt onder overheid is de grootste producent van fake news. Ja. Ik vond dat nodig om te zeggen, omdat het idee bestaat dat de grote producenten van netnieuws, dat de sociale media zijn op al die nieuwe sociale platforms. Ja. Nou, ik wil er vanaf zijn of daar niet af en toe ook zeg maar, netnieuws tussen zit. Maar we moeten ons wel heel goed realiseren dat degene die op grote schaal ons zeg maar, voorgelogen hebben en propaganda hebben bedreven, bijna al een mensgeschiedenis lang, dat zijn de overheden. Als je kijkt naar de grote crisisperiodes na de Tweede Wereldoorlog, de 9-11, Afghanistanoorlog, inval in Irak. Nou, dat, en als je nog even verder teruggaat en je denkt aan de nazi-propaganda, Dr. Goebbels. Weet je, de geschiedenis zit vol met voorbeelden waaruit blijkt dat overheden zijn zeer onbetrouwbare partners voor burgers. Hmm. En die hebben er ook vaak belang bij om de informatie in de richting van hun belangen een beetje bij te kleuren. Ja, en we zitten nu in coronatijd. Ja. En het probleem is dan natuurlijk dat we eigenlijk verwachten van de media dat ze dat kritisch doorlichten. En daar is ook iets fout gegaan. Ja, maar dat is natuurlijk al eerder fout gegaan. Want dat is natuurlijk al eerder, zeg maar, toen grote leugens werden verspreid. Bijvoorbeeld rondom de massavernietigingswapens in Irak. Ja. Hebben de media, zeg maar, zich daar ook weinig gelegen aan laten liggen. Ja. Ik herinner me, wat mij heel erg lang heeft gestoord, was dat op de voorpagina van NRC Handelsblad, naar aanleiding van de speech van Colin Powell. Ja. Voor de Verenigde Naties. Waarin hij zei, we hebben nu definitief bewijs dat er massavernietigingswapens zijn gevonden in Irak. Ja. Dat NRC schrijft, nu eindelijk weten we de feiten. Nou, dat hadden die jongens en meisjes beter kunnen weten. Als, als die hun huiswerk hadden gedaan, hadden ze geweten dat van het verhaal van Colin Powell heel veel helemaal niet kon kloppen. Colin Powell heeft dat later ook toegegeven. Maar daar zijn we op grote schaal misleid. Nou, ik vind het... Daar schrijf jij onder andere in een boek wat je in die tijd hebt uitgebracht. Regeert de leugen. Mediaplichtigheid aan leugen en bedrog. Met op de cover de jongere Bush en de jongere Blair. Twee onwaarschijnlijk grote leugenaars en propagandisten. Ja. En ik wilde vanaf zijn of ze dat kun je misschien ook wel begrijpen. Die hadden daar belangen bij. Het grote probleem voor beide was dat hun bevolking niet echt gesteld was op buitenlandse invasies en buitenlandse oorlogsvoering. Nee. Maar dat zij dat wel wilden om een aantal hen moverende redenen. Ja. En dan moet je dus iets bedenken. Nou, dan bedenk je dus propaganda. En dat hebben ze gedaan. Alleen dan zou je eigenlijk willen dat de media dan zeggen, en zeker de belangrijke, de grote mainstream media, dat die dan zeggen, hé, wacht eens even. Dit gaat zomaar niet. We hebben daar kritische commentaren bij. Wij maken daar kritische kanttekeningen bij. En ik schreef dat boekje over de regeerde leugen, omdat ik wilde aangeven dat de leugen natuurlijk regeert, ook in ons dagelijks bestaan. We zijn geweldig, we liegen dat we barsten. Mm. Dat doen we natuurlijk allemaal. Mm. Ik las trouwens recentelijk nog een aardig onderzoekje van een sociaal psycholoog. Voor wat het waard is. Ja. Dat Nederlanders liegen 10 keer per dag, maar Duitsers liegen 15 keer per dag. Nou ja, goed, wat daar ook van mogen zijn. Ja. Maar, en de media wordt natuurlijk heel vaak zeg maar liegen verweten. Maar ik heb gezegd, het zit eigenlijk ingewikkeld in elkaar. Ja. De grote leugenaars, dat zijn de overheden die daar ook belang bij hebben. Dat kun je ook analyseren, dat kun je ook historisch nagaan. Ja. Alleen de media functioneren dan vaak als hun doorgeefluiken. Vandaar dat ik het noemde mediaplichtigheid. Ja. Maar vind jij ook niet dat je zou moeten zeggen, het grote probleem in de media is misschien nog niet dat ze voortdurend staan te liegen of nepnieuws verspreiden, maar dat ze zeer gekleurd, eenzijdig nieuws verspreiden en dat ook in een aantal gevallen, afhankelijk een beetje van het onderwerp, natuurlijk manipulatief doen.
Ja, daar zijn natuurlijk, kijk, bij de hele grote commerciële media staan er natuurlijk ook veel belangen op het spel. Als je kijkt naar Fox News in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, geleid door Rupert Murdoch. Ja. Die heeft heel duidelijke politieke en commerciële belangen. En je kunt op zijn redactie niet iets schrijven wat hij vindt dat je niet geschreven zou moeten hebben. Ja. De grote druk van adverteerders is er natuurlijk altijd geweest op de media. Ja. En er zijn ook in Nederland veel verhalen van kranten die verhalen terug hebben getrokken van hun redactie. Omdat de adverteerder zei, dan adverteren wij niet meer. En dat is een belangrijke derving van inkomsten. Dus dat moet allemaal niet. Dus die druk is. En dan heb je natuurlijk ook nog de druk van de markt. Je moet je krant en trouwens ook je televisieprogramma moet je wel zien te verkopen aan mensen die vaak toch, zeg maar, een vereenvoudigd nieuws willen hebben. Ik denk dat daar het probleem eigenlijk al mee begint. Waarom was de Telegraaf jarenlang zo'n vreselijke succesvolle krant? Omdat ze grote letters hadden, dat was heel belangrijk. Maar vooral ook omdat ze de werkelijkheid in zwart-wit kleuren presenteerden. Ja. En ik denk dat je daar ook een beetje begrip voor moet hebben. Denk aan het leven van de meeste gewone mensen. Dat is niet echt vreselijk leuk. Leven is niet noodzakelijkerwijs een groot feest. Ja. En je hebt problemen op je werk, problemen met je vrouw, problemen met de financiën, kom je 's avonds thuis, je eet. En dan kijk je, je wilt even weten wat er in de wereld gebeurt, want je bent een bewuste burger. Dus je kijkt naar het journaal. En dan is het heerlijk dat daar in hapklare brokken, mooi zwart-wit, even de wereld uiteen wordt gezet in 20 minuten. En dan weet je het weer. Je hebt ook bovendien, kracht van televisie is dat je het ook nog hebt gezien. Als je het hebt gezien, is het waar. Ja, je kan natuurlijk ook zeggen, een groep mensen zal daar zo naar kijken. Een andere groep mensen zal zeggen, die komt thuis, die gaat voor de tv zitten of die kijkt in de krant en die kijkt, wat hebben ze me nu weer te vertellen? Ja, dat waren mijn studenten. Want mijn studenten die hebben 20 jaar lang moeten lijden onder de vraag, wil je vanavond even naar het journaal gaan zitten kijken en wil je dan afvragen of het waar is? Klopt het wel? Ja. Dat veroorzaakte trouwens ook bij toch veel van de studenten, en vooral ook bij hun ouders, een behoorlijke onrust. Want het is natuurlijk aangenaam als je gewoon naar het nieuws kunt kijken. Je kunt denken, nou, zo zit de wereld in elkaar. En vervolgens drink ik nog een glas en doe ik een plas en ga ik naar bed. Ja. Maar het is natuurlijk verontrustend als je moet beginnen te begrijpen dat de werkelijkheid altijd veel ingewikkelder is dan je hem eigenlijk zou willen hebben. En dat er altijd meerdere perspectieven zijn. Mm. Ik zei wel eens tegen de studenten, na 9-11. 9-11 is een vreemd verschijnsel waarvan eigenlijk niemand precies weet wat er nou gebeurd is. Nee. En er zijn verschillende versies van mogelijk. Ja. Wat zouden jullie ervan vinden als het NOS-journaal zei, er is een ramp gebeurd in New York en vliegtuigen zijn in gebouwen gevlogen en zo. Ja. En er zijn verschillende interpretaties van wat daar gebeurde. Ja. Het kan zijn dat het een aanslag was van buitenaf bij een terroristische groep. Het kan ook zijn dat het van binnenuit bedacht is. Ja. Er zijn nog een paar andere mogelijkheden. Ja. Ja, zeiden de studenten zeer terecht, nou, daar kijkt natuurlijk niemand naar. Dan schakelt iedereen over naar Sex and the City. Ja. Hoewel het positieve is dat dit blaadje, wat zeer kritisch is en een heel andere interpretatie geeft, 100.000 keer verspreid wordt en bij een aantal mensen enorme irritatie oproept. Maar goed, het gaat natuurlijk ook heel erg nu over de coronacrisis. Ik wil nog even aandacht geven voor een boekje waar je zelf mee kwam uit 1977, De Mythe van de Vrije Informatie. En daarin gaf jij eigenlijk al bijna 40 jaar geleden weer wat er gaande was. Dat er sprake is van een informatie-industrieel complex, wat op belangrijke punten, zeg maar, de nieuwsberichtgeving censureert en naar economische en politieke belangen bijkleurt. En dat er ook in Nederland, dat is een hoofdstukje ook gewijd aan de informatie-industrie in Nederland. Ja. En dat was dus al toen duidelijk. En dat heeft zich nu, zeg maar, je hoopt er natuurlijk toch altijd een beetje, en dat is een hele naïeve verwachting, dat als je als wetenschapper zo'n boekje schrijft, dat de politiek dan zegt, nou, die meneer Hameling zou wel eens gelijk kunnen hebben als dit zo doorgaat. Dan wordt het heel, als we straks een werkelijke grote crisis krijgen, dan gaat het helemaal mis. Dan kijken ze allemaal dezelfde kant op en dan vertellen ze allemaal dezelfde verhalen. Dat zat hier in feite al in. Maar ja, zoals dat dan gaat. En dat hoort nou eenmaal ook bij een lang leven. Dat je mooie dingen schrijft en dat de helft van de bevolking roept dat is prachtig. Dat de andere helft dat niks kan schelen. En dat er vervolgens niks gebeurt. Nee. Nog even over, daar heb je net al iets over gezegd, maar wil ik nog even over door. De zelfcensuur in de mainstream media. Ja. En jij hebt, en ik zelf ook, ervaring, omdat je schrijft, of geregeld ook schreef in die mainstream media. En
ik had zelf het idee, en dat hoor ik van meerdere mensen terug, op het moment dat je nu kritisch schrijft over het lockdownbeleid, kom je gewoon grotendeels niet binnen. Nee, dan krijg je een vriendelijk briefje van de redactie, waarin zeer leugenachtig staat, we hebben al zoveel bijdragen over dit onderwerp, terwijl je echt heel zeker weet dat wat jij hebt geschreven nog door niemand anders is bedacht. Hè? Nee. En bovendien ook weet, want kijk, ik vind dat ook wordt onderschat. Kijk, je kunt wel zeggen dat rondom die andere krant, er zijn heel veel mensen die zich hier vreselijk aan ergeren. Maar wat je niet over het hoofd moet zien, dat er ook heel veel mensen zijn die hier heel erg gelukkig mee zijn. Ja. Dat die andere kant van het verhaal wordt verteld. Ja. En ik vind dat wat de mainstream media ook geweldig onderschatten is, de reacties die je krijgt als je daar, nou, zoals ik een beetje meepraat bij Café Weltschmerz en bij andere platforms, nou kritisch schrijvende, andere krant. Ja. Hoe enorm veel reacties je daarop krijgt van mensen die zeggen, oh, wat stel ik dat op prijs dat ik dat durf te zeggen. Ik heb het altijd al gedacht. Mensen hebben natuurlijk altijd al gedacht dat er wat mis is met de media. Ik heb dat heel duidelijk gezien toen ik ervan werd beschuldigd dat ik een brief aan Poetin had geschreven om mijn verontschuldigingen namens het Nederlandse volk aan te bieden voor de berichtgeving over dat Maleisische vliegtuig. Nou, die brief had ik nooit geschreven, maar iemand had dat bedacht. En toen kreeg ik ineens uit bijna alle landen van de wereld, en nadat Associated Press me had gebeld en Russia Today me had gebeld en Agence France-Presse me had gebeld, om te zeggen, waarom schrijft een Nederlandse communicatiewetenschapper aan Poetin? Ik zei, nou, dat heb ik niet gedaan. ja, maar het feit dat u het nu ontkent, dat wijst er toch op dat u het waarschijnlijk, je kunt het ook nooit winnen natuurlijk. Nee. Maar het eindige daarvan was dat ik zoveel brieven kreeg van gewone mensen die zeiden, ja, we hebben het gevoel dat we voorgelogen worden. We hebben het gevoel dat we bedrogen worden. Er zijn talloze mensen die dat gevoel hebben dat het niet echt helemaal kosher is. Waar ze elke avond naar kijken en wat ze elke dag in hun krant lezen. En als dan iemand met een zekere mate van autoriteit en een zekere mate van kennis, ook nog een professor, zegt dat hij ook gelooft dat je daar maar heel voorzichtig mee om moet gaan. En dat je met enige kritische afstand moet kijken naar wat er op de televisie wordt verbeeld en wat er in de kranten wordt geschreven. Ja. Dan herkennen zich heel veel mensen erin. Ik vind het onverstandig ook. Gewoon onverstandig en kortzichtig. Om daar niet ook in de mainstream media mee rekening mee te houden. En dat die discussie open te breken. Ja. Zeggen, misschien doen we het wel. Hoe goed doen we het eigenlijk? Waar kan je daar niet met elkaar over discussiëren? Ja, kijk, de manier waarop ik dat dan interpreteer, ben ik wel geïnteresseerd hoe jij dat dan doet, is die mainstream media, die pakt, die selecteert brokken die ze wil laten zien, die vertelt daar wat over en die schept zo haar eigen wereldbeeld. Ja. En als het gaat over corona, dat is belangrijk, dan is eigenlijk het WHO-beleid wat uitgangspunt is voor de nationale regeringen, die nemen ze over. En daar zitten ze dan wat te plussen en te minnen. En iedereen die tegen die lockdownmaatregelen is, of daar een heel andere kritische opinie, die krijgt het woord niet. Dat is wat je eigenlijk voelt. Ja, nee, die wordt afgeserveerd. Die wordt in een hokje gezet. Complotdenker. Als je alleen nog maar niet het woord krijgt, ben je nog in zekere zin gelukkig. Maar er bestaat nu ook een beetje een neiging om te denken dat mensen die het niet eens zijn met overheidsbeleid misschien toch wel terroristische neigingen hebben. Die moeten we erg in de gaten houden. Maar kijk, in zekere zin dat het nieuws natuurlijk altijd de werkelijkheid in stukken breekt, dat is heel begrijpelijk. Dat kan nog haast niet anders. Er zit altijd een vertekening in. Nieuws is bij definitie altijd een vertekening van de werkelijkheid. Ja. Zelfs bij televisie, waarvan mensen dan graag geloven, maar ik heb het zelf gezien, nee. Mm-hmm. Wanneer gaat de camera lopen? Wat gebeurde er voordat de camera liep? Wat gebeurt er nadat de camera loopt? Wat gebeurt er buiten het zichtbeeld van de camera? Ja. Er gebeuren altijd veel meer dingen in de werkelijkheid. Het aardige is dus, als je een verdeelde mediasamenleving hebt, waarin mensen met verschillende camera's kijken naar die werkelijkheid. Maar dat is ook moeizaam natuurlijk. Want dan zit je s'avonds te kijken naar de verschillende televisieprogramma's die uitleggen dat dat je daar verschillende naar die werkelijkheid kan kijken. Met verschillende opinies ook. Precies, dat je verschillende opinies over kunt hebben. Ja. Ja. Een ander fenomeen wat heel sterk opgekomen is nu in de mainstream media, om zich ook tegen wat zij noemen de desinformatie te verdedigen, dat is het fenomeen factcheckers. Ja.
Hoe kijk jij daar aan? Nou, mooi. Dat zou toch schitterend zijn als we die werkelijk hadden, Ab. Je moet je even voorstellen dat we ten opzichte van de verhalen van de overheid, ook nu weer, hè, de verhalen van de overheid en de verhalen rondom de vaccins en de vaccinmakers. Ja. Ja. En de manier waarop de media daarover. Als we daar werkelijk hele kritische factcheckers, mensen met een goede, gezonde kennis van de eigen tijdse geschiedenis, dat zou mooi zijn. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat er natuurlijk om dat de feiten of de betwijfelde feiten die door sociale media worden gepresenteerd, die moeten gecheckt worden. Maar ik heb niet gehoord, ook van onze minister van Binnenlandse Zaken, die daar ook een voorstander van is en die zich daar druk voor heeft gemaakt binnen de Europese Unie, wat natuurlijk ook een godgeklaagd schandaal is. Dat het toch een beetje de bakkers die hun eigen brood bekritiseren. Je staat zelf in het centrum van verkeerde voorlichting. De Europese Commissie heeft daar ook een handje van. En dan ga je fact checken van anderen. Ja. Nou, dat is volstrekt ondeugd. Nou ja, je hebt wel sterk het gevoel dat factcheckers eigenlijk gewoon een bepaalde opinie hebben. En niet factchecken, maar proberen om te argumenteren. Ja. En dat dan doen met een beroep op het feit dat feiten zijn in plaats van opinies. Ja. Nee, maar weet je, als ik denk aan factcheckers, toen dat begrip opkwam, toen dacht ik, ja, wie waren eigenlijk in de recente geschiedenis de grote factcheckers? Edward Snowden. Ja. Julian Assange. Ja. Ja. Die heeft de feiten van de Irak-oorlog laten zien. Ja, en die zit nou wel weg te kwijnen in de Britse gevangenis. Ja. Want zo gaan wij dus om met echte factcheckers. En Ed Snowden, die zit nu in een appartement dat in Moskou. Dat zijn de dissidenten van onze samenleving, de westerse samenleving, deze twee. Maar, en dat begon, Daniel Ellsberg heeft eigenlijk nog een enorme mazzel gehad. Dat zijn verhaal werd overgenomen door de New York Times. Hetzelfde geldt voor Woodward en Bernstein. Ja. Dat waren echte factcheckers. Ja. Die kregen een deep throat aan het praten over wat er nou werkelijk rondom Nixon-gate gebeurde. Ja, ja. En die hadden het geluk dat in die tijd er nog grote kranten waren die kritisch durfden te zijn. Ja. En die verhalen zijn maar weergaaf. Maar als je ziet hoe de grote kranten die wel eerst gebruik hebben gemaakt van de feiten gepresenteerd door Julian Assange, hem nu in de steek laten. Ja. Dan ziet dat is een hele verandering. Nee, dat is heel pijnlijk. Heel pijnlijk om te zien. En datzelfde geldt in iets andere mate voor Edward Snowden. Ja. Maar dat is natuurlijk helder. Ik wil naar een ander onderwerp. En dat is sociale media. Censuur en ook de grondrechten. Die censuurgolf in de sociale media. Hoe kijk jij daarnaar? De machtsconcentraties van die sociale media platforms, YouTube, Facebook, et cetera. Ja. En de manier waarop nu, en dan praten we over duizenden censuuroperaties. Hè? Ja. Niet hier en daar een filmpje. Ja. Nee, duizenden pagina's die verdwijnen. En ook films bij ons zijn geloof ik 6 of 7 films verwijderd. En we worden ook bedreigd. Hè? Ja. Als we zo doorgaan of bepaalde dingen zeggen, dan is het zo dat ze dreigen om het hele kanaal eruit te halen. Ja. Hoe kijk jij naar die censuur? Nou ja, dat was in zekere zin ook wel voorspelbaar. Dat is in zekere zin een uitbreiding van de censuur die altijd heeft bestaan bij grote media. Hmm. Alleen nu is het wonderlijke dat de grote media, dat zijn niet meer de klassieke media, maar dat zijn de YouTube-kanalen geworden. En de controleurs daarvan, dat zijn de high-tech bedrijven, die hun commerciële belangen natuurlijk niet geschaad willen zien. Op het moment dat iemand, het gaat natuurlijk niet om echte idealistische of verdediging van mensenrechten en vrijheid en zo, en ruimte geven aan verschillende dingen. Het gaat natuurlijk allemaal puur, heel ordinair om commerciële belangen. Het gaat natuurlijk altijd om de centen, tenslotte. Maar de grootschaligheid van die en de onbeheerstheid van die censuur is natuurlijk ongekend. Dat hebben we nog niet meegemaakt op deze schaal. He, er zijn vroeger wel bij een krant zijn hoofdredacteur wel eens, dan zou je dat stukje nou maar liever niet schrijven. Ja. En als je dat nog een keer schrijft, dan mag je voortaan de brandjes in de binnenstad verslaan. Ja. Dus dat leerde je snel af om een kritisch verhaal te schrijven. Maar dit is natuurlijk van een omvang en van een ongecontroleerdheid en ook van een oneerlijkheid. Als je ziet hoe die gasten dan ook zijn voor senaatscommissies allemaal heel deftig zitten te verklaren dat ze hun uiterste best doen. Maar dat is natuurlijk ook mede door overheden aangedreven. Want kijk, ik denk dat het grote probleem is natuurlijk dat wat die sensoren doen, is natuurlijk toch het verlangen van veel overheden tegemoetkomen. Ja. Want die sociale platforms, die zijn er ineens ontstaan de afgelopen jaren. En ik vind dat, daar kunnen er wat mij betreft niet genoeg van zijn. Ja.
En natuurlijk... Daar zijn wij heel positief over. Natuurlijk zit daar ook een zootje ongeregeld in. Maar dat zijn wij nu eenmaal als menselijke soort. Wij zijn een zootje ongeregeld. Ja. En we zijn niet altijd even beschaafd. Nee. We spreken elkaar ook niet altijd even beschaafd aan. En we kunnen reuzen schelden en roddelen en babbelen en zo. Ja. Dat doen we allemaal. En dat komt nu ineens... Op... En jij vindt eigenlijk, hè, dat heet dan desinformatie. Zij proberen een onderscheid te maken tussen informatie, dat is wat zij doen. Ja. En desinformatie, dat is gedeeltelijk wat wij doen. Ja. Maar jij vindt eigenlijk, ik roep altijd, ja, er is desinformatie op de sociale media, maar er is ook nogal veel desinformatie in de mainstream media. Ja. Zouden we dat niet gewoon ook moeten aanvaarden, desinformatie? Ja, en is het niet gewoon aan de bevolking zelf om informatie en desinformatie te schrijven? Ja, wat dat dan precies ook mogen zijn, ik vond het wel eigenlijk de tijden van de Koude Oorlog. Bestreden de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie elkaar natuurlijk met heel misleidende informatie. Ja. Alleen de Amerikanen noemden dat de Free Voice of America. Ja. En de Russen waren in ieder geval zo aardig om het desinformatie te noemen. De KGB had een speciaal afdeling. Ja. Daar stond, ik ben wel eens in Moskou geweest, mocht dat kantoor binnen van een van de collega's van de Lomonosov Universiteit. Zei, moet je dat zien, wat wij hebben. En er ging inderdaad een groot bordje in het Russisch desinformatie. Ik dacht, die komen er in ieder geval vooruit. Maar dat is er natuurlijk altijd sprake van geweest. Maar ik vind niet dat anderen dan degene die die informatie als publiek tot zich nemen, moeten beoordelen of het informatie is of desinformatie is. Dat hoort aan het publiek. Laat dat maar aan het publiek over. Ja. Want ik vind het ook, wat een van mijn bezwaren ook is, als je nou een echte democratie zou hebben, dan zou je ervan uitgaan dat burgers, zeg maar, ontwikkeld zijn, dat burgers verstand hebben, dat burgers kunnen nadenken, dat ze geëmancipeerd zijn. Ja. Maar in die hele discussie rondom desinformatie zit natuurlijk een onwaarschijnlijke betutteling. Ja. Ik word altijd erg zenuwachtig van overheden die mensen graag tegen zichzelf willen beschermen. Want dat heeft meestal hele funeste gevolgen. Maar kijk, de aanval op de zogenaamde producenten van desinformatie en de bescherming van de dingen gaat niet over gewone mensen die niks weten. Nee, als je kijkt naar die 100.000 abonnees bij Weltschmerz, dan zijn dat allemaal mensen die heel goed de mainstream media hebben gevolgd. En denken, waar is het andere geluid? En ze komen bij ons. Ja. En dan kijk je naar een uur lang interview met Cees Hamelink in plaats van 2 minuten bla bla bla. Ja, maar kijk, je kunt je ook wel heel goed voorstellen als je wilt dat er 1 verhaal verteld moet worden. Ja. Rondom de coronacrisis, bijvoorbeeld de neuzen allemaal in dezelfde richting. We zijn op dezelfde bladzijde van het boek. Ja. Dan is het natuurlijk buitengewoon ergerlijk dat er al die platforms zijn die zeggen, collega Karel van Wolveren die zegt, maar het zit allemaal heel anders, er is helemaal geen pandemie. Ja. Ja, dat is natuurlijk het laatste wat je wil horen. Dus dan roep je dat desinformatie is. Dat is... Even collega Karel van Wolveren komt met zijn derde gezond verstand. Ja. De grote herstart. Ja. Met op de troon meneer Bill Gates. Ja. Nou ja, weet je, als je dat dus allemaal op je agenda hebt staan, dan is het natuurlijk reuze lastig, hè, dat er kleine clubjes zijn die steeds groter beginnen te worden. Want dat is ook het probleem. Die steeds meer mensen aantrekken. Die zeggen, hey, wacht eens even, het zit waarschijnlijk allemaal heel anders en wij geloven dit verhaal niet. Dus dan moet je wat bedenken. Nou, dan bedenk je dat allemaal desinformatie is. Dan bedenk je bovendien dat desinformatie buitengewoon gevaarlijk is voor de samenleving. Bedreigt de democratie. Ik vind dat, daar moet ik ook altijd hartelijk om lachen. Want als nou een paar gasten de democratie bedreigen, dan zijn dat die 150 jongens en meisjes in Den Haag wel. Ja. Die ook niks van zich hebben laten horen toen het vreselijk misging. En de dames en heren die daarvoor komen om door hun gecontroleerd te worden. Mevrouw Olongen bijvoorbeeld. Nou ja, die vind ik dan ongeveer de laatste in het land. Die moet zeggen, desinformatie bedreigt de democratie. Nee, dat zouden ze allemaal eerlijker en openlijk in moeten zijn. En een sterke democratie heeft dat soort ministers niet nodig. Ja. Heb jij het gevoel dat... Als je nou naar de rechtelijke macht kijkt, zou je daar nog wat over durven zeggen? Dat is natuurlijk toch een beetje een taboe. Wij hebben zelf met YouTube, of een proces zijn we begonnen op basis van verwijderingen tegen YouTube. En dat hebben we verloren. Ja, dat was ook te voorspellen. Ja? Ja, als het overheidsbeleid is dat iets niet deugt, dan is het bijna te voorspellen dat de rechtelijke macht daarin meegaat. Er zijn natuurlijk altijd eigenwijze onafhankelijke rechters geweest. Die zijn er hopelijk nog. Maar het hele rechtssysteem is natuurlijk bijna bij definitie een conservatief
systeem, een behoudend systeem. Dat begint langzamerhand een beetje te veranderen, maar tot voor kort was het ook duidelijk een klassensysteem. Maar ben jij zo pessimistisch eigenlijk over het fenomeen trias politica, waarin de rechterlijke macht toch ook de grondrechten van de burger zou moeten beschermen? Ja, nee, dat zou, ja, nou, je zegt het prima, zou moeten beschermen. Maar de vraag is of dat altijd gebeurt. Ik vind op zichzelf die gedachte van die onafhankelijke macht is natuurlijk een schone gedachte. Ja. Maar daar is natuurlijk zoveel perversiteit en zoveel corruptie ingekropen in de afgelopen decennia. Dat je kan dat niet meer echt volhouden dat dat voortreffelijk functioneert. Maar ja, ik vind wel dat je bovendien moet je natuurlijk ook je wel realiseren dat wij in Nederland een rechterlijke macht hebben die nog altijd steeds veel onafhankelijker is dan in de meeste andere lidstaten van de Verenigde Naties. Ja, dat, nou, maar ook in Europa of niet? Meeste, ik bedoel, ja, de Verenigde Naties, maar de Europese Unie of niet? Zou je dat willen zeggen? Oh ja, de Europese Unie is inmiddels zeg maar uitgegroeid ook met veel landen in Oost-Europa die geen democratische traditie hebben. Nee. En het Europees Hof voor de Mensenrechten wordt nu erg belast met rechters die uit een traditie komen. Hmm. Waarin het verzet van de burger tegen de overheid. Kijk, wij zijn toch allemaal opgevoed met de gedachte dat dat normaal is in Nederland. Je kunt van de overheid vinden wat je ervan vindt. Dat komt nu erg onder druk te staan. Ja. Maar dat past niet erg in onze is een democratische traditie. Wij zijn lastig. Nou ja, het was voor mij wel echt een schok om waar te nemen dat het parlement in april niet opstond. Ja. En zei, stop, ja, we willen een discussie en we willen onze grondrechten verdedigen. Ja. De media daar slaafs in meeging. En ja, toen ik dan na die YouTube-censuur bij de rechter kwam, toen dacht ik, er moet toch nog iets zijn als een onafhankelijke rechter die dit afstraft. Nee. En dat durfden ze op het supreme moment niet te doen. Nee. Nou ja, kijk, mijn zicht is daarop. Ik kom uit de hoek van de mensenrechten. Ja. Ik vind dat de rechter dat had moeten toetsen aan afspraken die we hebben gemaakt, ook binnen Europees verband, over de bescherming van de vrijheid van informatie. Ja. Als die het werkelijk had getoetst ook aan eerdere oordelen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dan was het oordeel heel anders uitgevallen. Maar we hebben daar in Nederland ook de laatste jaren een beetje een slechte traditie in. Dat we niet meer helemaal. Kijk, de regels die we hebben afgesproken in het Europees Hof zijn geldend in Nederland boven nationale wetgeving. Ja. Dat zou de rechter zich heel goed moeten realiseren. En ik heb ook wel eens gezegd, ik denk toch dat onze rechters een goede cursus in Europees mensenrecht nodig zouden moeten hebben om zich te realiseren dat juist op dit moment, nu met al die censuurbewegingen, de vrijheid van meningsuiting enorm onder druk komt te staan, zouden ze zich moeten realiseren. Want ik zou nog willen zien wat er gebeurt als je de moeite neemt, de tijd neemt, om tegen dit oordeel in beroep te gaan. Niet alleen maar bij een hogere rechter, maar tenslotte ook bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Dus is er nog een redelijke kans dat je het wint. Ja, dat je het wint. Dat is waar. Een ander onderwerp in verband hiermee. Ja. De academische vrijheid. Jij zit nog steeds in de academische wereld. Ja? Ja. En wat opvalt, is het zwijgen in de academische wereld als het gaat over de coronacrisis. Ja, dat heeft mij van het begin van erg verbaasd. Ik heb toch gedacht dat mijn alma mater, de Universiteit van Amsterdam, maar ook mijn andere, zeg maar, een beetje alma mater, de Vrije Universiteit, ja, dat die zich krachtiger zouden weren. Ja. Die hebben van het begin af aan, om allerlei redenen, de maatregelen meteen aanvaard zijn, meteen overgegaan op online onderwijs. Ja. En ik heb, daar zou je nog een argument bij kunnen bedenken, maar waarbij je geen argument kunt bedenken dat deze centra van kennis in de samenleving en van intellectuele reflectie, dat die niet krachtiger in discussie zijn gegaan over datgene wat er in Nederland gebeurt. Nee, het is nog erger. De hoofdredacteur van dit blaadje, Gezond Verstand, professor Karel van Woveren, ja, van de UvA. Er is een verklaring van de UvA in de media geweest dat zij het zeer betreuren dat meneer van Woveren, een ex hoogleraar van hun, zich met dit soort desinformatie bezighoudt. Ja. Ik weet daar verder niks van. Ik heb dat alleen maar van horen zeggen. Het heeft me wel uitermate verbaasd als dat waar zou zijn. Want dan denk ik, ja, dan kan ik een lange lijst opnoemen van collega's die in de afgelopen jaren, nou ja, er is een verklaring, buitengewoon vreemde dingen hebben gezegd. Ja.
En ook dingen hebben gezegd die echt helemaal niet klopten. Want had de universiteit een drukke tijd gehad als al die mannen en vrouwen op het vestje hadden moeten spugen. Ja, maar er zijn een paar voorbeelden. Ik kan daar geen namen noemen. Want die mensen worden natuurlijk ook bedreigd. Van mensen die gewoon een waarschuwing hebben gehad vanuit de universiteit. U gaat zich niet meer bezighouden op deze manier met het coronaprobleem. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk zeg maar wat in meerdere kringen gebeurt. Het is ook het probleem onder de Nederlandse huisartsen. Hè? Dat een aantal huisartsen die wel kritisch hadden willen deelnemen aan bijvoorbeeld Café Weltschmerz of aan Blackbox televisie. Ja. Dat die toch op het laatste moment daarvan afzagen. Omdat het genootschap hen erop wees dat dat niet gewenst was. Ik vind dat is natuurlijk een uitermate bedenkelijke ontwikkeling. Dat is ook heel erg on-Nederlands. Want wij zijn eigenlijk toch altijd het land geweest waarin de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel stond. Daar hebben we ons ook altijd internationaal druk voor gemaakt. Vingertje altijd naar alle mensen die dat niet serieus namen hebben. Daar een goede traditie in opgebouwd. Ook in het uitnodigen van mensen uit allerlei andere landen met kritische geluiden. We waren toch een beetje. Amsterdam heet niet voor niets Mokum. Ja. Makum. Het Hebreeuwse woord voor de plaats waar iedereen welkom is met zijn vreemde meningen. Ja. En dat we nu ineens onder een wolk van censuur zouden gaan leven, is wel heel erg on-Nederlands. Ja, nee, dat is waar. Amsterdam is al lang niet meer de vrijplaats die het wellicht ooit is geweest. Ja. Er is een enorme hoeveelheid regels en verboden die in de stad ook wordt uitgerold. Je noemde net Black Box van Flavio Pasquino. Hè? Dat is een gewezen collega van mij, die heeft zijn eigen kanaal begonnen. Mm-hmm. En die kreeg, omdat hij een interview had met een 78-jarige anti-lockdown-activist, een politieagent in zijn tuin. Ja. Jij schuift daar ook nog wel eens aan tafel. Hij heeft het politiegesprek opgenomen, gepubliceerd. En ik dacht, oké, Oost-Europa voor 1989. Dit is de ideeën die er nu komen. Die autootjes bij ons voor de deur met die mannen met die gleufhoeden. Ja, die lange jassen. En die lange jassen. En daar praat je dan vriendelijk mee. Ja. Het is niet zo dat ze je direct meenemen of in de gevangenis. Maar ze zeggen, kunnen wij niet even in gesprek gaan? Ja, en dat is wat deze mevrouw ook deed. Ja, ik vond het heel aandoenlijk. Want het was heel duidelijk dat die mevrouw, zeg maar, de lokale koddebijen van Edam, daartoe werd aangezet door de landelijke eenheid. Ja. Die daar ook achteraf niet zo vreselijk gelukkig over was, heb ik begrepen van Flavio. Ja. Maar dat ging ook heel onhandig. Ik vond het heel erg aandoenlijk de manier waarop ze vragen stelt. Die mevrouw zat daar echt mee. Dat hadden ze haar nooit moeten aandoen, vind ik eigenlijk. Maar als het resultaat is dat er daardoor extra aandacht komt voor Black Box televisie. En mensen denken, nou, dat is interessant. Ja. Maar het werd door Flavio, en dat begrijp ik heel goed en terecht, wel ervaren als een vorm van intimidatie. Ja. Die niet minder werd omdat die mevrouw op een gegeven moment uit armoede zei, ja, maar het gaat er ook om dat wij u willen beschermen. Dat is helemaal een mooie draai. Het kan zijn dat u niet alleen maar bedreigend bent voor de rest van de bevolking, maar het kan ook zijn dat mensen aanstoot nemen aan wat u doet. En dan moeten we u toch ook beschermen tegen mogelijke aanvallen. Ja, dit is toch. Kees, jij en ik herinner je die tijd nog. Dit is toch Oost-Europa voor 1989. Ja. Vanuit sociale motieven, vanuit de beste bedoelingen. Een soort sociaal-patriarchale houding geven. Ja. Maar ja, weet je, sociale controle werd altijd uitgeoefend. Want we spraken eerder even over censuur. Maar bij censuur moet je altijd bedenken dat censuur altijd werd uitgeoefend, zeg maar, met goede bedoelingen. Ik was altijd voor jou best wel. De index van verboden boeken van de Rooms-Katholieke Kerk was opgesteld om de zedelijkheid van mensen te beschermen. Ja. Dat is altijd dat weer in bescherming nemen. Waar ik altijd een beetje wat ik eerder heb gezegd, waar ik zenuwachtig van word. Als een overheid zegt, wij willen u eventjes beschermen. Ik denk, nou, liever niet eigenlijk. Maar is het voor jou niet een schok? Voor mij is het een schok. En jij en ik komen toch uit dezelfde soort wereld. We lezen het NRC en de Groene Amsterdammer. En we kijken naar de VPRO. Ja. Dat al die mensen daarin meegaan. Dat het NRC niet pal staat voor de grondrechten. Ja. Ik bedoel, in welke wereld leef ik nu? Ja, nee, ja, precies. Nou ja, wat je natuurlijk voortdurend afvraagt. Wat is er toch in onze samenleving gebeurd? Want als je zelf weer even de film terugdraait. En je denkt dat de tijden waarin jezelf journalistiek bedreef en je opgroeide in een heerlijk verzuilde samenleving.
waarin Achter het Nieuws echt een ander programma was dan Hier en Nu. En nu kijk je naar die Achter het Nieuws programma's en die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Met dezelfde mensen uit de kaartenbak, met dezelfde opinies. Dezelfde. Ja. Maar dat is een tijd geweest in Nederland waarin we echt heel anders, waar ook de kranten echt heel anders. De Telegraaf was echt een heel andere krant dan de Volkskrant. Ja, ja, ja. Je wist precies hoe de verhoudingen lagen. Hè? En dat is natuurlijk ingrijpend. En het feit dat dat samengeklonterd is, hè, van ook op één al die mensen gezellig om de tafel en elkaar de hand boven het hoofd houdt en zeggen je en jij. Ja. Dat is eigenlijk het probleem, dat we die diversiteit in de media zijn kwijtgeraakt, toch? Ja. Nee, weet je, we hebben hoogtijdagen meegemaakt, als ik dat even anekdotisch mag vertellen. Ja. Dat je een gesprek gaat voeren voor de televisie met een van de redacteuren van NRC Handelsblad. En dat echtgenoten van die man opbelt en zegt, meneer Hamelijk, mijn man komt vanavond niet naar het interview, want zijn dokter heeft hem afgeraden om nog met u te praten. Nou, dat waren de gouden tijden van de kritische gesprekken op televisie. Ik zie niet dat mevrouw de Jonge belt naar het journaal en zegt, nou, Hugo kan vanavond niet, want dan krijgt hij een hartaanval van de vragen die ze stellen. Die tijd is helaas voorbij. Het is allemaal toch zeg maar een soort van eenheidspresentatie geworden, waarin we elkaar inderdaad zeg maar een beetje de handen boven het hoofd houden. En waarin er dus ook vanuit wordt gegaan dat dat goed is voor de mensheid. En dat betekent dus eigenlijk dat iedereen die kritische vragen heeft, dissident zich opstelt, of die van links komt, van rechts komt of van midden komt, eigenlijk buitenspel wordt gezet. Oh ja, je vraagt je natuurlijk af wat er gebeurt. Kijk, de dissidentenstemmen worden natuurlijk eerst vriendelijk toegesproken. Hè? De agent op je tuinpad, die zegt maar we doen het ook voor uw bestwil. Ja. En dan wordt er nog eens gesuggereerd, nou misschien is dit toch niet vreselijk verstandig, ook om, misschien om commerciële of politiek opportunistische redenen en zo. Maar dat, die vriendelijkheid houdt natuurlijk op, waar ik mij zorgen over maak, is dat die vriendelijkheid op een dag natuurlijk ophoudt. Ja. Als het werkelijk zo is dat wij menen dat we nu in een nationale crisis zijn, waarin we allemaal dezelfde kant op moeten kijken en allemaal zeg maar zonder twijfel en zonder voorbehoud ons achter de overheid moeten opstellen, dan is natuurlijk de ruimte voor dissidentenstemmen bij definitie wel heel erg beperkt. En dan wordt ons eerst vriendelijk gevraagd om het nou maar niet meer te doen. En als we het dan toch nog een keer doen, dan denk ik dat die vriendelijkheid aanmerkelijk minder is. Ja. Nog even iets anders daarin. In het NRC, Defensie vergaat heimelijk data over eigen bevolking. Ja. Deze week werd dat helder. En dat is, ik moet je zeggen, mijn vader, 93, belde mij op. Hij zei, Ab, je moet nu toch toegeven dat het NRC toch ook jullie kant een beetje kiest. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het is goed dat ze erover gerapporteerd hebben. Het geeft natuurlijk wel aan de onhandigheid van Defensie. Dat ze zoiets moeten ze natuurlijk stiekem doen. Hmm. En dat ze dan toch weer op zo'n onhandige manier doet dat het aan het daglicht komt. Op zichzelf is het, in Nederland vind het goed dat dat daarover bericht is. In Nederland is dit betrekkelijk nieuw. In andere landen is dat al langer aan de gang. Het Pentagon heeft in de Verenigde Staten altijd al afdelingen gehad om ook de eigen bevolking te bespioneren. Dat gebeurde ook in Spanje tijdens Franco, gebeurde ook in Griekenland tijdens de Griekse kolonels. Dus het is een niet helemaal nieuw verschijnsel dat militairen ook informatie verzamelen over de Nederlanders of hun eigen bevolking. In Nederland was dat, dus iemand zei ooit, Heinrich Heine, maar het is later omstreden of hij het ooit heeft gezegd. Mm. Alles gebeurt 50 jaar later in Nederland. Nou, dat is hier ook een beetje meer zo. Dit gebeurde al lang in een heleboel andere landen. En wij hebben het nu ook een beetje geprobeerd. Maar op een zo onhandige manier geprobeerd dat NRC het meteen kon publiceren. En dat NRC er ook een probleem van maakt. Het probleem, als ik het artikel goed lees, is eigenlijk dat ze zeggen, ja, we vinden dat de militairen dat niet moeten doen, want dat is niet hun taak. Maar anderen wel. En dat zijn dan de veiligheidsdiensten, de politie en justitie. Ja. Die krijgen wij als sociale media dan wel over ons heen. Ja, die moeten zelfs nog ruimere bevoegdheden krijgen. Dat is de hele tendens ook in Nederland. Om die inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden te geven. Ja. Om op grotere schaal gegevens te verzamelen. Wat zou jij, en dan gaan we langzamerhand afsluiten. Als jij nou zou zeggen, dit zou in de Nederlandse media moeten veranderen. Als jij nou een aantal beleidsadviezen zou mogen geven aan de politiek.
hè, waar ze ook naar gaan luisteren. Ja, 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 ja. En zou zeggen, ja, dat hele medialandschap zou op een andere manier, ja, ingericht moeten worden, of er zouden maatregelen ingenomen moeten worden. Wat zou je dan zeggen? Ik denk dat we, dat klinkt een beetje nostalgisch, maar ik denk dat we terug moeten naar een verzuilde samenleving. Dat zijn we in feite namelijk ook. We zijn zeer verdeeld. Ja. En er zit ook een schone kant aan die geweldige diversiteit, ook de etnische en religieuze diversiteit in Nederland. Ja. Maar ik denk dat die in de media veel beter tot uitdrukking zou moeten komen. Dus ik denk dat we gewoon weer naar zuiden moeten. Ja. Je moet echt, zeg maar, als je televisiestation 1 aanzet, omroep, wat er dan ook mogen zijn, moet je echt weten dat die een ander gezichtspunt op de werkelijkheid hebben dan wanneer je naar de andere kant, ja, kijkt. Ik denk dat het heel belangrijk is. In de tweede plaats denk ik dat het heel belangrijk is dat de media bereid zijn om te putten uit een bredere bron van kennis en ervaring. Ja. Kijk, bij degenen die gevraagd worden voor televisieprogramma's bijvoorbeeld, dat zijn degenen die in de kaartenbakken zitten. Mm. En ik denk dus dat de kaartenbakken enorm moeten worden opgeschud en enorm, ja, moeten worden uitgebreid. En in de derde plaats, wat ik heel vaak denk, is dat ik had ooit een eindredacteur bij Icon Televisie. Niet met enige regelmaat, als hij niet gelukkig was over een rapportage van medewerkers, zei: maar jochie, zou je er niet eens een boekje over moeten lezen? En ik denk, als ik de persconferenties van het kabinet volg en ik hoor de vragen die gesteld worden, ja, dan denk ik, jongens en meisjes, lees er eens een boekje over. Ja. Het is weer allemaal heel erg bevestigend. Sterker, wij hebben, we hebben toch wel sterke aanwijzingen dat de media, als het over de coronamaatregelen gaat, nog steiler is dan, ja, het kabinet zelf. Ja. Ze gaan niet zeggen, nou, hoe staan die coronamaatregelen ten opzichte van de grondrechten van de burger? Nee, kan het nog een onsje meer zijn? Ja, ja. Nou, je hebt ook, het grappige dat je dat zegt, ik heb de indruk dat in die hele discussie rondom het aanstormende vaccin, de overheid in zekere zin, en zelfs Hugo de Jonge, die daar altijd erg voor heeft gepleit, terughoudender is dan de meeste media zijn, die eigenlijk al hebben aangekondigd het licht aan het einde van de tunnel. Een effectief vaccin. Kijk, wat ik weet niet of ik dat had meegenomen. Nou, misschien niet, maar dat was een mooi stukje in de krant waarin stond dat nu een effectief vaccin was gevonden. Ja, ja, dat zag ik, ja. Maakt niet uit, ja. Dat is iets wat een journalist natuurlijk helemaal niet moet schrijven. De journalist moet zeggen, de farmaceutische industrie vindt dat, ja, eerste coronavaccin verrassend effectief. Ja. Nou, dat is nou een voorbeeld van hele slechte journalistiek. Dat hoort een journalist niet te schrijven. Een journalist hoort te schrijven, farmaceutische fabrikanten beweren nu een verrassend effectief vaccin ontwikkeld hebben. Bovendien moeten er hetzelfde stukje staan. En wie zeggen dat dan? Nou, dat zegt bijvoorbeeld Pfizer. En is dat een betrouwbare bron? Nou, Pfizer heeft heel veel rechtszaken in de Verenigde Staten lopen vanwege het misleiden van klanten rondom geneesmiddelen. Er gaat nu een grote internationale rechtszaak tegen Pfizer beginnen vanuit de regering van India. Hmm. Omdat de regering van India vindt dat klanten van die fabrikant op grote schaal misleid zijn over de effectiviteit van medicijnen. Ja, ja. Dus als je dat er dan bij zet, dan kun je burgers, geef je dan de mogelijkheid om te zeggen, nou, nu weten we wie dat gezegd heeft, we weten ook wat de achtergrond daarvan is, dan kan ik mijn eigen oordeel gaan vormen. Kees, helemaal op het eind. Dat gaat over die censuur op de sociale media. Zijn we niet gewoon ook toe aan een, laten we zeggen, anti-censuurwet op die sociale media? In de Verenigde Staten wordt daarover gepraat. Ja. Hè? In het Amerikaanse congres zouden wij hier in Nederland ook niet over moeten praten. Nou ja, niet als we de afspraken die we al hebben gemaakt in internationaal verband, afspraken die we hebben gemaakt, zeg maar, rondom de vrijheid van meningsuiting in internationale verdragen, die we allemaal netjes geratificeerd hebben als Nederland. En ook de afspraken die we hebben gemaakt bij het Europese verdrag. Als we ons daaraan zouden houden, dan hebben we zo'n speciale wetgeving niet nodig. Nee. Dus laten we daar maar mee beginnen. Ja. Met gewoon doen wat we al met elkaar hebben afgesproken. Ja, ja, dat kan je zeggen. Maar het probleem is dat we dat niet doen. Nee. En zou het dan niet een goede zet zijn om te zeggen, ja, ja, die duizenden censuurhandelingen, ja, daar zou eigenlijk gewoon een wet moeten zijn die dat verbiedt. Ja. Lijkt me.
Ja, die wet zou wel eens net zo gevaarlijk kunnen zijn als de censuur. Als je dat dan ook weer zeg maar, bij wetgeving wilt regelen, want dan moet je ook afspreken wie dan die beperkingen mag toebrengen en wie dat niet mag. Ja. Ik denk dat het beter is. Ik ben een echt mensenrechtenmens. Ik geloof van harte in de goede afspraken die we hebben gemaakt, die we als Nederland ook altijd heel erg hebben ondersteund. Als we weer gewoon even terug, als we weer daarover nadenken. Kijk, we hebben in Nederland niet echt een mensenrechtencultuur. Die mensenrechten zijn nooit echt helemaal ingezonken, als het ware, in de bevolking. Maar als we daar wat aan zouden kunnen doen, dat we ons ineens realiseren, hey, we hebben daar helemaal geen aparte wet voor nodig. Die jongens die censuur toepassen, die handelen in strijd met afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En dat kan je op basis van het huidige juridische stelsel, kan de rechter gewoon zeggen, sloes ermee. Ja, precies. Kees, hartelijk dank voor dit gesprek. Wat als deze video wordt verwijderd? Wat als dit kanaal niet meer bestaat? Café Weltschmerz heeft een plan. Ga naar onze site en registreer jezelf. En word onderdeel van de oplossing.